Kiesgerechtigden zullen de COVID-19-maatregelen nauwlettend moeten opvolgen tijdens de stembusgang. Dit zei Putridevi Amatsumarto, directeur Binnenlandse Zaken, gisteren tijdens een persconferentie. Social distancing, het verplicht ontsmetten van de handen voor het betreden van het stemlokaal, zullen strikt moeten worden opgevolgd, zegt de BISA-directeur. Het wordt aan de kiezer overgelaten of zij wel of geen mond- en of neusbedekking op heeft. Als een kiezer zich aanmeldt met een mond- en neusbedekking, is het zaak en het is verplicht om die mond- en neusbedekking na instructie van de voorzitter van het stembureau af te doen. Waarom? Om de identiteit van de kiezer vast te stellen. Nadat dat is geschied, kan de kiezer de mond- en neusbedekking dan weer opdoen. Dan hebben we het over het dopen van onze linkervinger in het stemproces. We kennen het als dopen in de inkpot. Dit keer zullen we moeten afwijken. En de verkiezingsinkt wordt door een stembureaulid met een wattenstaafje op de vinger van de kiezer aangebracht. Het stembureaulid dat de vinger zal kwasten met dat wattenstaafje, zal dan natuurlijk ook de handschoenen moeten aandoen. Na het gebruik van het wattenstaafje zal het worden gegooid in een daarvoor bestemde afvalbak. Verder legt Amatsumarto uit dat de toezichthouders van het onafhankelijk kiesbureau OKB en de politieke partijen normaal in het stemlokaal zullen worden geaccommodeerd. In eerste instantie zou dat niet het geval zijn. Op 25 mei zal de congreshal dienen als perscentrum. Het ministerie heeft een applicatie ontwikkeld waar live de uitslagen van de verkiezingen gevolgd zullen worden. Mediahuizen zullen hiertoe ook toegang krijgen, zegt Michael Cormodimedio van de verkiezingscommissie ICT. Onze taak als ICT-commissie is zorg voor dragen dat de informele verslaglegging gedaan kan worden op de dag der stemming. Informele verslaglegging is niks anders dan eigenlijk de media, de samenleving, de gelegenheid geven om eigenlijk als eerste de cijfers die binnenkomen vanuit de stembureaus eigenlijk te krijgen, zodat zij dan een inzicht in hebben hoe de kaarten zijn geschud. Hoeveel stemmen hun politieke partijen bijvoorbeeld hebben gehad en van daaruit zelf de berekening kunnen maken of een zetel al dan niet terecht komt bij een desbetreffende partij of partijen. Onze taak is zorg voor dragen dat de applicaties, de website in orde zijn om op de dag der stemming en de dag daarna dat u dan van daaruit de informatie kan putten om uw berichten te kunnen maken, om de samenleving van informatie te voorzien met betrekking tot het verloop van de stemming. Het ministerie streeft ernaar dat de gemiddelde opkomst van de kiezers de 70% overschrijdt. Bij de vorige verkiezingen hebben gemiddeld 70% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. COVID-19 moet burgers niet weerhouden om hun burgerplicht op de dag der stemming op 25 mei 2020 te vervullen. Volgens minister Mike Noor-Salim, die deze oproep deed, zijn alle voorzieningen getroffen om de veiligheid van de burgers in verband met COVID-19 te garanderen. Mocht het zijn dat u na 22 of tot en met 22 uw kaart niet hebt opgehaald, betekent dat u dat kan zien waar u moet stemmen. www.verkiezingen.sr en dan mag u op de dag der stemming op die locatie gaan waar u moet stemmen en dan kunt u ook daar uw kaart krijgen. Wanneer u op die website gaat www.verkiezingen.sr, dan vult u slechts uw ID-nummer, naam en geboortedatum. En dan ziet u precies. Via Google Map kunt u ook zien hoe u de locatie moet bereiken. Verder kunt u bellen naar de communicatieunit van Binnenlandse Zaken op het nummer 425553. Er zijn protocollen uitgewerkt
om niet alleen u, maar ook stembureauleden te beschermen voor een eventuele besmetting. Kiesgerechtigden hoeven dus niet te vrezen om te gaan naar het stembureau.